De echte vroege vogels waren vanochtend te vinden op de kindervrijmarkt op het Grote Kerkhof. Kinderen brengen hier de hele dag hun spulletjes voor een mooi prijsje aan de man. En de klanten lieten het niet afweten, het is goed zaken doen. Drukte dus op de kindervrijmarkt, maar op de Brink was het vanmorgen nog wat rustiger. En de echte Oranje-fans waren er natuurlijk ook al. Ja, ik ga niet voor minder dan een kus van Willem-Alexander. Nou, dan wens ik je heel veel succes. Ja, dankjewel. Ik heb het nodig, denk ik. Waar gaat u naartoe? Ik ga naar Club Gebouw. En van Club Gebouw komen we terug met de hele korps. En dan gaan we hier de luisteraar van maken. Maar het is 7 uur. Bent u niet veel te vroeg? Nee. De morgen stond er goud in de mond. Niet dan? Waar komt u vandaan? Ik kom uit Den Hout. Dat is een kerkdorp van de gemeente Oosterhout. We zijn om 7:30 weggereden. En ik heb dat nog nooit meegemaakt en ik wil er echt meemaken. En jullie hebben het er fantastisch voor elkaar in het dorp. Maar even uit mijn hoofd, dat is zo'n 150 kilometer volgens mij. Klopt, heel ja. Erg veel. Klopt, ja, nou daar hebben we er echt wel voor over, hoor. Waarom? We zijn heel koningsgezind en ik wil daar eens een keer meemaken. Nou, daar komt de bus dus aan met de koninklijke hoogheden die vandaag dus Weijen en Deventer bezoeken. Koninginnedag 2003, een hele bijzondere dag dus, weer voor heel veel mensen in heel Nederland, maar in het bijzonder voor de mensen in Weijen en Deventer. Van heinde van verre, dat hebben we ook al kunnen zien, komen mensen naar Weijen en Deventer om dit te mogen beleven. Het is altijd weer een verrassing voor veel mensen die kijken naar de kledij van de dames van het Koninklijk Huis. Van hoe zien ze er vandaag uit? Nou, feestelijk. En dat geldt natuurlijk ook voor de heren. Dus nou, kijk eens. Dit zijn nou de ouderwetse kniepertjes. Ja. En die worden in Weijen goed gebakken, zie ik. Die worden in Weijen goed gebakken. Ja, vroeger gebeurde dat met oude tangen. Dat bedoel ik niet de dames die er zijn, maar de apparatuur, de wafelijzers. In het hete vuur. En tegenwoordig doet men dit met elektrische wafelijzers. Vandaag jarig allemaal, hè? Dat zijn de jarigen. Kim Koers is 7 jaar geworden. Falco Dokman, 11 jaar... Frits Hofstede, ook 11 jaar. Jeroen Jans, ook 11 jaar. Ja, het houdt niet op. En Mike Bos, 10 jaar. En Gerrit-Jan van der Velde is 9 jaar geworden. En zij mogen dus aan de prinsessen van het Koninklijk Huis en natuurlijk koningin Beatrix een bloemetje overhandigen. Pieter. En ze ruiken lekker. Koninklijke hoogheden, hoogheden, commissaris van de koningin, overige gasten, van harte welkom in Overijssel, in de gemeente Oosterweijen, in het bijzonder hier vandaag, in het gastvrije en enthousiaste Weijen, in een prachtige IJsselstreek die de afgelopen jaren vele hoogte, maar ook dieptepunten heeft gekend. Hierbij verwijs ik naar de dramatische MKZ-crisis die diepe sporen in het gebied heeft getrokken. Deze dag in Weijen zal laten zien hoeveel veerkracht een gemeenschap heeft en vanuit het verleden in staat is de toekomst positief tegemoet te treden. Uw stralende familie is daar ook een voorbeeld voor. En zo klinkt de toespraak van burgemeester Hinnen van Oosterweijen. Kort maar krachtig. En de boodschap komt wel over, lijkt mij zo. Te horen aan het luide applaus. Daar zijn de oranje ballonnen. In plaats van de duiven. De duiven, ja. Ja. De duiven worden niet opgelaten in verband met de vogelpest. Ja, 30 april, dan vieren we eigenlijk de verjaardag van koningin Beatrix. Ze is dit jaar 65 jaar geworden, op 31 januari. En dat viert ze dan in huiselijke kring. Een enthousiaste menigte in de straten van Weijen. En vandaag verwacht men daar dan ook 40.000 bezoekers. Men gaat nu het plantsoen in voor het zorgspectrum met Zand. Het voormalige bejaardencentrum met Wijtenaal. Dat moeten de leden zijn van de sportvereniging. Dat zijn de leden van de sportvereniging. Sportvereniging Weijen 92. Het gaat
exact volgens de minuut. Wordt er iets te snel gelopen, dan moet men even inhouden. Men probeert het echt het schema aan te houden. En ja, komt men precies op tijd over, dat weet men nooit. Maar men probeert het toch heel strak de hand aan te houden. En de koningin vraagt even wat een van de kinderen. De gymnastiekvereniging Olympus. Hij staat echt te twijfelen, prins Maurits, van zal ik het doen of niet? Ja. Toch zijn ze vele jaren actief geweest in het deelnemen van activiteiten waar ze op bezoek komen. Ja, afgelopen jaren en eigenlijk vanaf het begin dat de jongelui, zal ik maar zeggen, zo noem ik ze even, meelopen, is men actief bezig. Doet de kans zich voor, dan schroomt men niet, doet men actief mee. Deze kindertjes horen ook bij de gymnastiekvereniging Olympus. En ze worden toegesproken door prinses Laurentien en prins Constantijn. De twee prinsessen Marilène en Laurentien, die dus toch maar eventjes met zo'n volksdansgroep meedoen en precies weten hoe het moet, zo lijkt het. Volgens mij heeft men geoefend incognito afgelopen week. Nou, dit is ingestudeerd, Gerard. Dit kan niet anders. Dit kan niet anders. Nee. Ze waren er gisteren vast bij. Mensen van Scouting, die samen met de groep uit Wezepen, Survival, van de jeugd Wezepen en Scouting Holzweijen, ook een onderdeel zijn van het programma. En daar krijgt de koningin iets overhandigd, wat toch wel het een en ander weegt aan grammetjes, denk ik. Maar ja, daar heeft ze weer de hulp voor, hè? Nou, ze vinden het wel heel erg leuk, ja. Waarom is het zo goed? Normaal is het toch een uur, anderhalf uur. Ja. Aangemoedigd door meester Pieter van Vollenhoven. Pieter Christiaan naar beneden. Nou, die landing was goed. Ja, dan kan prins Maurits niet achterblijven natuurlijk. Het straalt allemaal een zeer ontspannen sfeertje uit, Dat Gerard. Valt mij ook op. Het is, Zo, dat heb ik even gedaan. Oh, mooi. Nu met z'n drieën tegelijk of niet? Van mij mag je. Leuk. Van mij mag je. Touwtrekvereniging. Touwtrekvereniging Boerhaar en touwtrekvereniging Elshof. Dat zijn twee fameuze teams hier uit de regio. Boerhaar en Elshof zijn beide kerndorpen van de gemeente Olsweijen. En staan bekend om krachtige heren. En ook wel dames, neem ik aan. En ik geloof dat de heren nu zelf mee gaan doen met het touwtrekken. Oh, yeah. Er wordt een trainingsjasje aangetrokken. Hij glijdt weg, ja. Het zijn toch niet de ideale schoenen. Terwijl Haar Majesteit en de burgemeester alweer in de Oranjelaan lopen richting het gemeenteplein. Men komt nu weer aan bij het gemeenteplein. Het gemeenteplein waar ook veel mensen zich presenteren, veel verenigingen. Het manden maken. Een bezigheid die veel voorkwam vroeger in weien, rietvelden. In Uiterwaarde, Rietvelden, voorbij de dijk, Herksen is dit. De rest sluit ook aan op het gemeenteplein. American Style Marching Band Beatrix. Vroeger was het gewoon drumband Beatrix. Ja. Maar men gaat met de tijd mee, ook het repertoire is veranderd. En het is meer American Style, zoals men zich noemt. Het ziet er vlot uit, er zit beweging in. Het ziet er ook kleurrijk uit trouwens. Een vereniging die het vroeger moest doen met blikken die men leende van de plaatselijke vleesfabriek. En zo is een drumband ontstaan. Heel vroeger was men verdeeld in twee groepen eigenlijk. De blauwe en de groene. En de rode, sorry. En de rode zijn blijkbaar overgebleven en dat was drumband Beatrix. Als je een bordje van Wezepen. Van Willem. Hè? Van Willem. Ja. Sorry. Aan de linkerkant. Ja.
Waar moet hij hier komen? Helemaal links. Helemaal links bovenaan. Dat heb je ook weer goed bekeken met z'n allen. Ja, je moet er wat voor over hebben. Onder luid applaus, nou, dan gaat het heus goed. En het gaat hem redelijk vlot af, zo te zien. Het is hem wel gelukt. De W hangt. De W hangt. De naam Wezepen is compleet in actie. Nou, dat is duidelijk. En nu nog naar beneden. Ja, maar dat is een simpele afdaling, toch? Kijk. Men loopt nu door de Langstraat. En dat is eigenlijk de winkelstraat van Weijen. Gezellige winkelstraatje met... winkels voor iedereen en natuurlijk ook de nodige horecagelegenheden met terrasjes. Ja, nu wel. Ik kwam eens kijken hoe het met jullie gaat. Oh, met mij gaat het goed, maar mijn vrouw is dood. Wat zeg je, vrouw, een grappenmaker? Nee, ze is al pratend in de kuip gevallen waar het water in was. Voor de was. Wat zeg je, moordenaar, het beul! De klucht van de waskuip. Ach. Dat is nou lekker. Ik ben alleen benieuwd wat het is. Ik zat even te denken aan blokjes kaas, maar ik kon het niet zien, Gerard. Koningin Beatrix naar buiten lopen, want ja, er staat nog meer te gebeuren. En daar zien we de IJsselandschappen van Sjoertje Hak. Ah, mooi. Kunstenares die in een hele mooie omgeving woont in Herksen. En veel IJsselandschappen maakt. Ze woont eigenlijk met de keuken in de IJssel. Ik kan me iets bij voorstellen dat de kunstenaar geïnspireerd raakt door de omgeving. En er is ook een uitgebreid scala aan kunstenaars en hun werken. Dit is een fotograaf, Sjaan Nieuwenhuis, die dus ook met haar foto's veel kunst maakt. Speciale manier van fotograferen. En in Brazilië, Chili is ze geweest. Mooie foto van ons. En nu wordt er een mooie foto van hun samen gemaakt. Nou, wellicht is hij zo mooi dat het een staatsportret wordt. De 14 basisscholen van de gemeente Olsweijen presenteren zich hier in dit gedeelte van de Langstraat. Men heeft de opdracht gekregen om wat te maken voor de koningin. En men doet dit op een eigen manier. En dit is toch wel het liedje wat we veel voorbij horen komen. Oranje boven. Leven de koningin. Niet macht, persoonlijke wil of aanspraak op erfelijk gezag, maar slechts de wil de gemeenschap te dienen, kan inhoud geven aan het hedendaags koningschap. Dat is wat zij zei tijdens haar inhuldigingsrede in 1980 in Amsterdam. Dat waren destijds de woorden van koningin Beatrix. Meester Pieter zit op de troon. Oranje en groen.
Ja, het koninklijk gezelschap gaat straks plaatsnemen op een snelle boot. Dat is de Aquarunner van de veerdienst Aqualiner. En zij verzorgen het veervervoer van het verkeervervoer van Almere naar Huizen. Aqualiner is door de provincie Overijssel uitgezocht om de snelheid en het comfort. Want de koningin wil zich snel en soepel kunnen verplaatsen. De katamaran, die normaal gesproken een lijndienst vaart tussen Almere en Huizen, gaat de koningin met het nodige comfort van Weijen naar Deventer brengen. De keuze voor de Aqualiner lag dan ook voor de hand. In de eerste plaats denk ik omdat het schip een wat hogere snelheid kan halen dan een conventioneel vaartuig. Het schip haalt zo'n 40 km per uur. En het was de wens ook van de provincie Overijssel om snel van Weijen naar Deventer te komen. En vandaar dat men op zoek ging naar een snel schip en hier terecht kwam. Kijk, het is een snel schip, dus dat is ook het doel om snel te varen. Het is wel zo dat we inderdaad wat rekening houden met de aard van de tocht. Maar ik denk wel degelijk dat er hard gevaren wordt, hoor. Dus we halen wel snelheid, ja. Prachtig overzicht van de spoorbrug en de boot die eraan komt. En natuurlijk al die mooie bootjes, hè? Ja. De Armada. Dit moet ook voor het koninklijke familie ook heel bijzonder zijn. Op zo'n rivier met al die boten, juichende mensen aan de kant. Nou, dat is toch. Kijk, je ziet hier het stukje dat nog niet klaar is. Want die eeuwenoude kade die wordt gerestaureerd. Hij is bijna klaar, maar dat laatste stukje moet dan ook nog gebeuren. Ik zie paraplu's, Marcel. Ik zie ze daar ook. Als ik hier naar buiten kijk, nog niet. Nee. Dus nou, we hopen dat het meevalt. Water trekt water, denken we maar. Ja. Maar de feestelijke stemming is er niet minder om. Ja, dit is toch fantastisch. Het is een prachtig wat, plaatje. Wat mooie plaatjes kun je hier maken. Ah, kijk. En daar komt het gezelschap en uiteraard worden ze toegejuicht. Het enthousiasme hier in Deventer is ook in optimale vorm. Ja, het is onvoorstelbaar. Prachtig overzicht. Ja, we zien het toch wel flink regenen hier in Deventer, maar het enthousiasme is er niet minder om. Wij verwachten hier ook een fantastisch feest. En ik denk dat woorden niet kunnen zeggen wat het publiek kan zeggen. Dames en heren, laat horen hoe welkom Haar Majesteit met de koninklijke familie is. Nou, dit is een erehaag van de voetballetjes van Go Ahead Eagles. De club viert haar 100-jarig bestaan. Nou ja, dat mag je hier ook staan, vind ik. Ooit was het gewoon Coët en pas het nabij betaalde voetbal is daar ook een tak bijgekomen, de Eagles. Schitterend, hè? Het is nou straattheater op en top. Ja. En dat is dus ook een van de vele activiteiten die wij hier hebben in de zomer. Deventer op Stelzen. Long live Mavericks! Ken je ze nu ook persoonlijk, Henk? Nee, dit is een Franse groep. Dus die ken ik absoluut niet. Maar wat een voorbereiding om dit te doen. Ja, dat kun je rustig stellen, Henk. Dit is nog maar het begin. Ja, dit is nog maar het begin. Dus een half uur uitlopen in Weijen. Volgens mij, Marcel, wordt het meer. Want we hebben zoveel leuke dingen te zien. En ook hele originele dingen. Hier wil ik Deventer de Vond mee roemen. Het is slechts 1 uur. Dat een vagant hier fluit. Haar lieve naam mogen veel eeuwen. Zeg Henk, dit moet jij ontzettend leuk vinden, want jij houdt van poëzie. Ja, het is fantastisch. En wij hebben en de grootste boekenmarkt, altijd van Europa. Maar we hebben ook de avond daarvoor altijd het dichtersfestival, het tuinfeest. En ik heb altijd de eer om een aantal dichters te mogen presenteren. En het is zo ontzettend leuk in de historische omgeving van een oud klooster daar alle dichters te ontvangen. Lees je zelf ook voor? Nee, dat niet. Dat doen natuurlijk de grote jongens, hè, zoals Kommerij bijvoorbeeld, hè, en Vinkenoog. Prachtig. Zo zien we ook die boekenkast heel mooi in beeld. Ja, Deventer doet wat met boeken, maar ook met koeken. We zien nu een prachtige foto-expositie. Gemaakt op vlaggen. 101 foto's zijn hier afgebeeld. In alle leeftijden eigenlijk.
en daarbij onder in beeld gebracht hun favoriete boek. Ja. Schitterend mooi. Leuk. Heel leuk kunstproject, hè? Ik heb van de week met de kunstenares gesproken. Ze heeft ook zo willekeurig, maar van alles genomen. Dus niet alleen maar houten metoten, maar een doorsnede van de Deventer bevolking. De man die 100 jaar is, die ken ik goed. Die, misschien durft hem zo nog zien. Dat is nog een oude kunstenaar. Je ziet die feestelijke menigte. Het lijkt wel of die regen helemaal niet telt. Mensen zijn allemaal heel blij. Oranje overheerst. En ze juichen ook allemaal. Je moet toch eens kijken hoe die kindertjes ook allemaal uitgedost zijn. Ze staat nu voor het Speelgoed- en Blikmuseum. Deventer is ook een typische kermisstad. Ja, de eerste week van juni. Dan is hier een van de grootste kermissen uit de buurt ook. Fantastisch dat we en de Brink en het Grote Kerkhof met al die activiteiten. Ja, dat wil geen Deventeraar missen. Ook daarbij hoort het paling eten, is ook zo'n traditie. Daar zien we dus de miniatuurkermis van de heer Weijer. Meneer Weijer heeft dit zo georganiseerd. Hij is zelf ook kermisondernemer. Ja, hij maakt de oliebollen en zijn hele familie doet het nu nog. Ja, dat is een bekende naam hier in deze buurt. Kijk, hier zien we het prachtige beeld. En dan zie je hierboven die ene portret zie je ook staan. Dit huis is godenbekwaam. In die drie vergulde hering is die naam. Nou, dat is een van die oude pakhuizen. En het leuke is van Hanzestede dat je die bouw van dit soort huizen ook ziet in bijvoorbeeld in Brugge, in Lübeck. Hè? Dan gaan we naar Joyce van Essen, want ja, ze ziet nu toch echt de koninklijke familie voorbij lopen. Ja, ze is nu echt heel dichtbij. Dat moet je gewoon eventjes zien, alleen maar eventjes naar kijken. Dus ze lopen hier vlak voor ons langs. Ja, mensen zijn verschrikkelijk enthousiast. Kijken nog even om zich heen. De Maxima komt hier zelf nog even naartoe. Deze mensen een hand maakt even een praatje. Ja, mooier kan het bijna niet voor de mensen hier. En dan gaan ze weer en lopen ze weer verder. Er komen nog een paar prinsen aan. Die maken nog even een dansje op de muziek die hier gespeeld wordt. Het is hier ontzettend gezellig. De sfeer is prima hiervoor. Ondanks de regen, dat maakt allemaal niet uit. Het enthousiasme straalt eraf. Dat kunnen we echt ook zien hier in beeld. De koningin kijkt nu naar de Waag. Museum de Waag staat in de Steigers. En dat heb je natuurlijk ook nodig om een monumentaal pand als dit goed verzorgd eruit te laten zien. En daar zijn ze ook heel erg zuinig op. Een hele gelukkige man. Hier is een voorstelling. Ik. En die had een hele mooie dochter. Bellen. Ah! Ja, dat ben ik. Ja. Bellen, het beest. En dat werd duidelijk leuk bevonden door de koninklijke familie. Ja, we gaan asperges eten, Henk. Daar heb ik wel zin in. Nou, het ziet er ook fantastisch uit. Het wordt hier ook heel veel in de buurt gedaan. Hè? Daar hoef je niet voor naar Limburg. De kwaliteit is hier ook onovertroffen uit Salland. Het leuke is dat ze natuurlijk hier op de Brink is. Hè? Iedereen kan haar zien. Het is een prachtig plein. We hebben een aantal keren zijn we genomineerd voor het mooiste plein en de mooiste terrassen van Nederland. Daar zijn we natuurlijk trots op. Want het leuke is met mooi weer. Alle kanten heb je terrassen. Heerlijk om te zitten. Geen auto's meer. Kijk eens aan. En de eerste asperges zijn binnen hoor. En kinderen geven dan ook uitleg aan de koningin hoe dat nu gaat. Telen van asperges. Dit is het Wilhelmina fontein wat u ziet. Midden op het plein. Nou ja, midden. Prachtig mooi. Gepositioneerd. Ja. En in 1898 is die daar neergezet vanwege het feit dat haar grootmoeder op de troon kwam, koningin Wilhelmina. Die mag je maar eens lekker meeswingen, hè? Leuk. Ik
kinderen zingen mee in het kader van het jeugdprogramma Zeppelin. Een lied over Deventer Koek, de koekbakker en koekhapper. Maar kijk eens, haar majesteit zit ook heerlijk te smullen volgens mij. Koek te happen. Speciale oranje koek voor haar gebakken. Wat gebeurt hier? Oh, even blinddoeken. Nou, dit is nou echt maximaal het koekhappen. Maar het leuke is, Marcel, dan denkt men altijd van dat ze dat alleen maar doen. Maar wij hebben in Deventer zo'n prachtig cultureel programma, hè? Erbij. Moet wel eerlijk spelen natuurlijk, hè? Ja. Maak er een spel van. Nou, dit zijn toch kiekjes. Dit is toch fantastisch, hè? Ja. Die zien we wel weer eens terug, dit soort beelden, denk ik. Nou, dit is dan de voorstelling Unieke Draagbare Kunst van Hinke Luiten. Ze maakt kleding, niet alledaagse materialen, zoals fietsbanden, stropdassen, cd's, flessendoppen, rubberen handschoenen. Ja, waar je overal geen kleding van kan maken. Ja, onvoorstelbaar. Ze treedt ook veel op in allerlei programma's, wordt ze voor gevraagd. Dus ik vind het heel origineel, heel knap ook eigenlijk. Hè? Of het allemaal lekker zit op een avondje, weet ik niet, maar het is wel heel knap. We gaan heel even luisteren naar de koren. Het is een korenproject, dat is achter het Wilhelmina Fontein opgesteld. Gebouwd, 12 meter breed en 10 meter hoog. En nu was nou het lied Gita. Een Maya tekstvariant. Het is eigenlijk het thema van wederzijds respect. Nou, mooier kan het niet hier in Deventer. Nee, fantastisch. Nou, we hebben nogal wat koor. Zoals ook het koor van de Hanzezangers. Maar die doen vandaag niet mee. Die hebben als motto ook geen drank, geen klank. Geen drank, geen klank. Nou ja, ik kan me iets bij voorstellen. Ik ken Günter Krop, de stadsomroeper van Deventer een beetje. Dus ik kan hem al zien rondlopen. Dus. Dat is een belangrijke spil in de Hanzezangers. Die heeft andere taken vandaag. Dan moet even luisteren. Günter Krop. Lieve koningin, welkom in Deventer. Van harte gefeliciteerd. Namens alle kinderen uit Deventer. Opa. Ik ga de informatie. Majesteit, koninklijke gasten, boeren, burgers en buitenlui. De stadsomroeper van de keizerlijke gastvrije handelsstad Deventer heet u van harte welkom aan de voet van het bergkwartier. En nodigt u uit deelgenoot te zijn van het middeleeuws festijn op de bergen. Ga vandaag terug in de tijd en beleef Deventer 5 eeuwen geleden. Einde van deze mededeling. Mooi. Dank u wel. Middeleeuwse burgers, zoals ze leefden. Ja, maar wacht eens even. In de 16e eeuw. Kooplieden, ambachtslieden, muzikanten, theatermakers, bedelaars, monniken, protsenmakers, ridders en aflaatverkopers, ook Henk. Ja, want je moest wel naar de hemel, hè? Ja. Iedere keer maar weer, doe maar! Ja, wacht, maar waarom zou ik me zoveel ellende op de hals halen, hè? Waarom zou ik dat nou doen? Kijk, als ze me een klap geeft en ik zeg, doe maar. En dit is niet alleen voor vandaag, maar het is elk jaar met Hemelvaartsdag. Ja. Dat vind ik leuk. Dat is het prachtige huis dat Prins Klaus, heeft Prins Klaus in 69 de start gegeven. Kijk, hier zien we hem. Hij heeft de gevelsteen onthuld. En dat was het begin van de restauratie van het hele bergkwartier.
Ik kan me herinneren, toen regende het ook. En hij was in de stromende regen zonder regenjas liep. Heeft prins Klaus dat toen onthuld. Het zal ongetwijfeld aan Beatrix niet ontgaan zijn. Nee, dan zullen ze zeker ook vertellen dat haar man dat onthuld heeft. Want die was daar ook heel weg van. Hè. Die hield van cultuur. Dus ze staan nu ook daar in voor het huis. Ja. Ja. En ook hier wordt weer gedaan. Dat is eigenlijk een gastvrij onthaal. Ja. Voor weer een nieuwe voorstelling. Je ziet de leuke gevels ook, hè? Mooie achtergrondbeelden. Wat een werk is dat om die kledij zo te maken. En dat iedereen daar zo vrijwillig mee bezig is. Ja. In onze capilletti, de vader! Het feest kan beginnen! Ook aan dit bezoek. Ik vind het onvoorstelbaar hoe dit bezoek, ondanks zo slecht weer, zo geweldig heeft kunnen zijn. En dat komt door u en uw familie. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Ik wilde het nog korter houden. Maar fantastisch vooral alle mensen die dit hebben opgezet. Tot in de kleinste details. Ongelooflijk georganiseerd. En uw enthousiasme, uw doorzettingsvermogen ondanks de regen. Grote indruk op ons gemaakt. En ik gaf de burgemeester, als ik u mag corrigeren, één ding niet goed heeft gezien. Het ligt aan u dat het zo'n fantastische dag is geweest. Dank u wel. Wat een reuze compliment maakt daar koningin Beatrix. Voor onder andere de burgemeester, maar zeker voor de hele burgerij. Voor iedereen die hier heeft aan meegewerkt. Om er een fantastische dag van te maken. Voor zowel in Weijen als wel hier in Deventer.